In de Singel in Antwerpen is vanavond een voorstelling met vertraging gestart, omdat een onbekende een stinkbom in het verluchtingssysteem had gegooid. De bewuste voorstelling On the Concept of the Face Regarding the Son of God zorgde al op verschillende plaatsen voor protest door ultra-katholieken. Die vinden het stuk godslasterlijk. Ook vanavond kwamen ze betogen, maar of zij ook achter de actie zitten, wordt nog onderzocht. Gitte van Hooijwegen. Onze lieve vrouw van Vlaanderen. Eerherstel voor Jezus, daar is het de demonstranten om te doen. Daarom houden ze vanavond voor de ingang van de Singel een gebedswaken. Men spreekt altijd als we dan voor andere godsdiensten moet respect hebben. Zo moet men ook voor het katholieke geloof en Christus zelf respect hebben. Protesteren doen ze op een vreedzame manier, zeggen ze. Of ze iets te maken hebben met de chemische geur die een uur voor de voorstelling in het gebouw hangt, is onduidelijk. De brandweer rukt uit en de voorstelling wordt met onbepaalde duur uitgesteld. Zelf zou ik echt willen dat de mensen die ons en de kunstenaar willen steunen vanavond blijven. Desnoods laat om toch de voorstelling te laten doorgaan, want ik laat mij niet intimideren door mensen die ons bankroepen. Waarom roept deze voorstelling nu zoveel wrevel op? Het stuk gaat over een zoon die voor zijn dementerende vader zorgt. Tijdens de hele voorstelling kijkt Jezus toe van op een gigantisch schilderij. De scène waar de demonstranten zich vooral aan storen mogen we niet filmen, omdat de regisseur vindt dat je die moet plaatsen in het geheel. In die scène wordt het portret van Jezus bekogeld met granaten. Il n'y a aucune intention d'être contre quelque chose. C'est un spectacle très humain. Il s'agit d'une condition humaine sous le regard de Jésus. Maar zo zien de ultra-katholieken die buiten voor de deur staan te bidden dat niet. Onze Lieve Heer is mijn grote liefde, dus ik kom in opstand voor hem, omdat ik hem graag zie. Uiteindelijk start de voorstelling met bijna 3 uur vertraging. Het is niet juist. Het is niet du tout democratiek. Même pas. Donc, je trouve que c'est assez dangereux d'un côté. Parce qu'il s'agit de empêcher la liberté d'expression, la liberté de l'art.